vrouw Holle. Er was eens een moeder met twee dochters. Annelot was de oudste. Zij hielp haar moeder met alles. De jongste dochter heette Anouk. Die deed altijd wat ze zelf zin in had. Op een dag zat Annelot met een spinstok op de rand van de put. Plotseling gleed de spinstok uit haar handen en viel de put in. Annelot probeerde hem nog te pakken te krijgen, maar ze verloor haar evenwicht en viel zelf ook in de put. Het vreemde was dat de put eindeloos diep was. Tijdens haar val staarde Annelot angstig naar het donkere gat en alles begon voor haar ogen te draaien. Toen ze weer bijkwam, bevond ze zich in een prachtige boomgaard. Annelot keek om zich heen. Wat hoorde ze toch? Snel, haal ons uit de oven, we zijn gaar. Waar ben ik? Wie praat er tegen me? Vroeg Annelot zich af. Wij zijn het, de broodjes. Haal ons uit de oven en leg ons op het gras om af te koelen. Hoewel Annelot nog nooit van pratende broodjes had gehoord, haalde ze zonder te aarzelen de broodjes uit de oven en legde ze één voor één op het gras. Daarna hoorde ze een andere stem roepen. O, dat gewicht van die rijpe appels breekt me nog eens op. Au, mijn takken doen zozeer, straks breken ze nog. Kun jij mij een handje helpen, kleintje? Pluk mijn appels alsjeblieft. Annelot knikte en klom meteen de boom in met het rieten mandje dat ze onderaan de boom gevonden had. Tegen de avond was Annelot klaar en het begon kouder te worden. Waar moest ze slapen? Ze besloot op zoek te gaan naar een huisje waar ze zou mogen logeren. Het werd kouder en kouder en het begon zelfs te sneeuwen toen ze op een mooie open plek in het bos was aangekomen. Recht voor haar lag een oud boerenhuisje dat bedekt was onder een dik pak sneeuw. Hoe is het toch mogelijk? Vroeg Annelot zich af. Ik heb de hele dag appels geplukt onder een stralend blauwe hemel. Een oud vrouwtje in een dikke bontjas kwam naar buiten. Ik ben vrouw Holle, zei ze. Je mag bij mij logeren als je mij helpt met karweitjes in de huishouding die voor mij te vermoeiend zijn. En dat vond Annelot geen enkel probleem. Ze deed zingend de afwas, boende de vloeren en waste de ramen. Nooit was haar iets te veel. Sommige werkjes vond Annelot veel leuker dan andere. Het allerleukste vond ze het dekbed opschudden van vrouw Holle. Het was een toverdekbed. De veertjes die eruit ontsnapten veranderden in zachte sneeuwvlokken die ronddwarrelden in de richting van de aarde. Annelot had er zoveel plezier in dat vrouw Holle er zelf ook vrolijk van werd als het enthousiaste meisje gadesloeg. Wat een lief en ijverig meisje, dacht vrouw Holle vertederd. Toch werd Annelot na een langere tijd wat minder vrolijk. Ze kreeg heimwee en verlangde erg naar haar moeder. Vrouw Holle had het al opgemerkt en ze zag zelfs dat Vlokje, haar kat, Annelot niet meer aan het lachen kon krijgen. Het is hier heel fijn, vrouw Holle, zei Annelot op een dag. Maar toch wil ik graag naar huis. Dat begrijp ik heel goed, antwoordde het vriendelijke vrouwtje. Ze liep naar de commode en haalde er de spinstok van Annelot uit. Die is nog van jou, sprak ze. Ga nu maar, mijn kind. Buiten onder het afdakje zul je ontvangen wat je verdiend hebt. Het huisje van vrouw Holle bleek nog meer geheimen te hebben. Onder het afdakje regende het opeens goudstukken. Ze zijn allemaal voor jou, lief kind, voor al het werk dat je hebt gedaan. O, dank u wel, vrouw Holle, zei Annelot. En ze gaf de vrouwtje een dikke kus op haar wangen. Annelot stopte de goudstokken in de zakken van haar schort, omhelsde vrouw Holle nog eens en vertrok. Ze liep nog geen twee passen of ze werd opgetild. En opeens stond ze weer in haar eigen tuin. Natuurlijk vertelde Annelot het hele verhaal aan haar moeder en haar zusje Anouk. Ze was nog niet klaar met haar verhaal of Anouk rende in de richting van de put en sprong naar beneden. Ik wil ook goudstukken verdienen, riep Anouk naar boven. Ook zij kwam na een tijdje in een geheimzinnige boomgaard terecht. Ze kwam de broodjes tegen die uit de oven wilden en hoorde ook de appelboom om hulp roepen. Maar Anouk riep, geen sprake van, ik wil mijn handen niet verbranden en vuil maken. Ze riep regelrecht naar het huisje van vrouw Holle. Daar werd Anouk net zo hartelijk ontvangen als haar zusje Annelot. De eerste dag deed Anouk alle werkjes die vrouw Holle haar opdroeg, maar de tweede dag al deed ze alles maar half en verloor ze haar goede humeur. Bij het opschudden van het dekbed was ze zo sloom dat er maar een paar veertjes uitkwamen, zodat er maar enkele sneeuwvlokjes ronddwarrelden in de richting van de aarde. Vrouw Holle keek naar haar en was erg teleurgesteld. De derde dag bleef Anouk lui op haar bed liggen. Als je niet wilt werken, kun je maar beter gaan, zei vrouw Holle. Bij het afdakje krijg je wat je verdiend hebt.
Bij deze woorden sprong Anouk meteen uit bed en ze dacht aan alle goudstukken die op haar neer zouden dalen. Maar wat gebeurde er? In plaats van goudstukken regende het pek. Dat is je verdiende loon, riep vrouw Holle. Als je lui bent, krijg je niets. Ga nu maar naar huis en leer eerst maar eens vriendelijk en hulpvaardig te zijn. Annelotte en haar moeder herkenden Anouk eerst niet. Uren moesten ze schrobben om alle pek van haar lichaam en uit haar haren te krijgen. Anouk huilde en schaamde zich heel erg. Maar de les van vrouw Holle had wel iets opgeleverd. Voortaan probeerde Anouk net zo vriendelijk en hulpvaardig te zijn als haar zusje Annelotte. Nog heel vaak hingen ze samen over de rand van de put en riepen ze: "Dag, vrouw Holle."